opgeslagen filter wijzigen in Unit 4BI. De eenvoudige manier binnen Unit 4BI om een opgeslagen filter te wijzigen, zodat deze wijziging vervolgens direct van toepassing is op alle rapportages die gebruik maken van dit filter, in dit voorbeeld de Unit voor Zorgmonitor. Navigeer naar de catalogus en de map waarin het filter met de naam Filter is opgeslagen. Ga hiervoor naar Shared Folders, Cursus, Subject Area Contents, Zorgmonitor. Klik op Edit. Het filter kan gewijzigd worden. Voeg voor nu een nieuwe kolom toe, bijvoorbeeld de maand. Klik hiervoor dubbel op de kolom maand uit de dimensie kalender. Geef bijvoorbeeld de waarde 1 op. Klik op OK. Met als resultaat het aangepaste filter. Klik op Save.